Het staat vast dat Suriname aan de vooravond staat van grote inkomsten. Daarnaast sukkelen we als land sinds 1975 om op eigen benen te staan. Een goed systeem om hier vanaf te komen is een goed ingerichte overheid met onbaatzuchtig leiderschap, zei Anan Jegesser, directeur van de Staatse Oliemaatschappij NV, in zijn jaarrede. De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, hield gisteren haar gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, waarbij directeur Jegesser zowel de vraag als de bevestiging van nooit meer arm toelichtte. Voor het bevestigen dat wij als land nooit meer arm zullen zijn, zei de staatsolietopman dat de cijfers aangeven dat Suriname over een periode van 20 jaar tussen de 16 en 26 miljard dollar zal verdienen. Overigens verduidelijkte Jegesser dat de kans dat Total Energies wegloopt van een final investment decision na het investeren van de vele miljoenen erg klein en zelfs onmogelijk is. Wanneer het gaat om de vraag of wij nooit meer arm zullen zijn, noemde Jegesser de valkuilen van een minerale economie. En dan zijn er valkuilen in een minerale economie. En ik ga ze listen. En natuurlijk nu met die grote ontwikkeling is de eerste vraag die we moeten stellen. Is zijn we, hebben we de instituten in place? En ik ga niet door de instituten gaan. We hebben dit plaatje een keer voor de overheid gemaakt. Als ik stout zou mogen zijn, zou ik zeggen, we hebben niet meer iets teruggehoord. Dus we hopen snel weer iets te horen. Minerale economie. Tweede probleem, valkuil van minerale economie. Het is niet hernieuwbaar. Dus op een gegeven moment raakt het op en de productie gaat omlaag. En als de productie halveert, dan nemen de inkomsten met 2/3 af, want je roomt af van de bovenkant. Jegesser maakte ook een SWOT-analyse met onder andere de sterke punten en kansen voor Suriname, zoals de bedekking van 93% bos, samenwerking met Guyana voor het opzetten van een hub en dat Suriname als land gezegend is met een overvloed aan mineralen. Wat zijn onze zwakke kanten? De mineralen is nog steeds inderdaad de kurk. En natuurlijk krijg je de druk van de decarbonisatie. Onze governance, overheid alsjeblieft, laten we samen die governance goed maken in Suriname. En dan minister van Onderwijs, u bent er. Ik begrijp dat 7% van de bevolking HBO of hoger opgeleid is. Hoe gaan we leiding geven aan al die geweldig mooie projecten? En die duurzame ontwikkeling die we gaan nodig hebben. We hebben grote informele economie. We hebben gebrekkige letterlijke en figuurlijke infrastructuur. Een verruwende criminaliteit. Ik mag u zeggen, de offshore contractors zijn nerveus als er maar één klein ding gebeurt in het land. Het is zo belangrijk voor FDI. De staatsoliedirecteur benadrukte nogmaals dat de desbetreffende instituten, waaronder een veiligheidsinstituut, versterkt moet worden. Verder is er een nationale rampenplan nodig, omdat de oliesector bij uitstek een vervuilde industrie is.